Patrick Orlans, vandaag werd je voorgesteld als operationeel en commercieel manager van Club Brugge. Waarom die keuze voor Club Brugge? Ik denk, er waren geen 10 keuzes, maar als ik nu iets zou mogen dromen hebben, dan denk ik toch wel dat iedere keer dat ik het Jan Breydelstadion als bezoeker betrad, zei ik toch, amai, dit is hier een aparte sfeer. Er zijn weinig clubs met zo'n Blue Army, met zo'n 25.000 supporters die gek zijn van hun club. Ik voel ook in de zakenwereld dat businessmen gek zijn van de brand Club Brugge. Dus dan moeten ze u het in feite geen twee keer vragen of je geïnteresseerd bent om naar die club te komen. Waarom hebben jullie voor Patrick Orlans gekozen? Ik denk dat iedereen die betrokken is in de voetbalwereld heel goed weet welke capaciteiten Patrick Orlans geeft. Hè. Zowel als entertainer als commerciële man. En wij dachten na een grondige consultatie van de markt, na ook gesprekken met sponsors van Club, sponsors van Lokeren, sponsors van andere clubs, blijkt heel duidelijk wat een talent de man bezit op het commerciële vlak. En daarom hebben we die keuze gemaakt. Club Brugge heeft vandaag een nieuwe managementstructuur voorgesteld. Waarom hebben jullie gekozen om een nieuwe structuur in te voeren? Na een jaar observatie heb ik vastgesteld wat aanwezig is qua competenties in onze vereniging, in onze club. En ik denk dat het belangrijk is dat we daarop inspelen. Ik ben ervan overtuigd dat we veel beslissingen veel korter op de bal moeten kunnen spelen. En dat we dat de mensen moeten voelen van kijk, er wordt heel snel beslist en we kunnen dagelijks verder werken aan dossiers. En ik denk dat dit heel belangrijk is in een club. Wat zal jouw takenpakket hier bij Club Brugge precies inhouden? Het is zeer breed wat de titel inhoudt. Dat zal ook zo zijn wat het product inhoudt. Ik denk dat mijn taak zal zijn van een beetje de cohesie tussen de cellen te structureren. Daar wil ik zeer duidelijk over zijn. Er is hier al een stevige structuur neergezet. Dus ik denk dat ik gewoon in het team moet komen maken dat de accenten die ik wil leggen, dat ik die kan leggen. En daarnaast, een van mijn talenten is toch te maken dat de businesswereld ook geïnteresseerd is in voetbal. En dat we die dan commercialiseren. Daarnaast, maar dat is dan op langere termijn, denk ik dat ik zal mee mogen meedenken hoe we het nieuwe stadion van Club Brugge concipiëren en hoe we dat gaan bouwen en hoe we de ruimtes gaan indelen en wat er moet zijn om commercieel 100% te kunnen exploiteren. Je hebt bij tussen aanhalingstekens iets kleinere clubs gewerkt. Dit is de eerste topclub. Dit is toch een grote stap, denk ik ook. Dit is een grote stap, maar mijn ambitie en mijn hart zeggen dat ik hier met veel zelfvertrouwen kan aan beginnen. Ik heb daar geen schik van. Ik denk de taken die ik moet doen, die kan ik. Ik ben geen 25 jaar meer, ik ben er 54. En dan weet je de zaken die je kan doen en de zaken die je niet kan doen. En toeval wel, de zaken die ik niet goed kan, daar zijn hier zeer veel mensen aanwezig die dat heel goed kunnen. En wat zijn je ambities hier bij Club Brugge? Ik denk in eerste instantie dat is maken dat iedereen gelukkig is met mijn komst. En ten tweede, ik heb het daar juist vernoemd, kampioen spelen in de Jupiler League.